Verzwaargroep Quadrant zal maatregels nemen voor de brandvaardigers in de huizen. Bij de helte van de verzwaringshuizen van de Quadrantgroep zou die net in water wezen. Dat zei een klokkenleider van de organisatie Joet in de Leeuwarden kranten. Niet zakelijke verbetering is binnen hier net dienend, zei de man. De leiding van Quadrant herkent hem net in deze wudden. Met de informatie die ik heb gekregen en met wat ik ook zie in mijn dagelijkse werk, denk ik dat de brandveiligheid verzekerd is voor al onze bewoners. Omdat we goed opgeleide mensen hebben die zorg en aandacht voor onze bewoners hebben. Iedere dag weer. Daar heb ik heel veel respect voor. Toch bent er op woonlocaties jij er wel maatregels naam, omdat er bouwkundig zaken net voldienen. Nou, we hebben het dan bijvoorbeeld over scheidingswanden die onvoldoende brandzeker zijn. Waardoor sneller brand, als er brand ergens op één locatie uitbreekt, dan wil je dat eigenlijk containen. Hè? Dan wil je dat beperken tot het gebied waar de brand is en dat beheersen. Brandscheidingsmuren zijn daar bijvoorbeeld een bouwkundige maatregel om ervoor te zorgen om brand te containen. Daar is op een aantal plekken waar gebouwen oud zijn, daar moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Als dat bouwkundig niet op korte termijn goed kan en je hebt ook al nieuw- en verbouwplannen, dan neem je dus die aanvullende maatregelen. Dus daar gaat het vooral om. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om sprinklerinstallaties op de juiste plek te installeren. In de zorgcentra op Vlieland en in Ternaat worden op dat extra meesken inzet als nachtwaker om bij mogelijke brand voor de dadelijks maatregels nemen te kennen.